Het schijnt dat strandtenten steeds meer het hele jaar open zijn, dus behalve in de zomer ook in de winter. Waarom zijn jullie ook in de winter open? Wij zijn het hele jaar geopend omdat dat ook het opzet is van het restaurant. Wij hebben ervoor gekozen om het hele jaar open te zijn, omdat het kan eigenlijk. Wat is uw naam? Ik ben Frink. Frink, ja, U komt hier vaker bij de Jetten? Ja, kom hier vrij regelmatig. Ja. Het is van mijn zoon en die heeft het nu sinds 3,5 jaar en hij doet het goed. Ja, het is goed lopende tent. Ik kan er lekker eten, ik kan relaxen, ik kan een biertje drinken of wat anders, maar het is gewoon leuk om hier te komen. We zijn natuurlijk niet Scheveningen of zo heel erg seizoensgebonden. We zijn hier gewoon voor Almere en niet voor badgasten of zo. Dus ik denk dat dat het verschil is. Het is wel allemaal van rondom Almere hoor. Kijk, je gaat niet vanuit Amsterdam even hier naartoe rijden om bij de Jutten te hangen. Dat doe je misschien in de zomermaanden, maar niet in de wintermaanden. Wat voor type klanten zie je vooral? Niet het type wat ik ben. Nee. Jong, oud. In de zomer krijgen we wat meer jongeren die hier lekker een biertje komen drinken. Of een wijntje en een cocktail. We hebben ook loungebanken zoals je ziet. En dat is best wel voor de jongere generatie. Ja, gaat hier niet naartoe om hier lekker aan de bar te zitten. Nee. Daar is het niet echt een tent voor. Zomers wel, hoe raar het ook klinkt, want dan zie ik je buitenwijk en dan is het gewoon super relaxed op die loungebank. Maar je gaat niet in het restaurant lekker zitten met je maat even lekker uitluchtig bier drinken. Daar hebben we de andere kroegen voor. Bent u vaste klant hier bij de Jetten? Dat kun je wel zeggen, ja. Ik kom hier al anderhalf jaar lang, ongeveer één keer per week of twee keer per week. Waarom denkt u dat strandtenten zoals de Jetten ook in de winter open zijn? Nou ja, mensen doen natuurlijk altijd wel even een strandwandelingetje, ook in de winter, met een hondje en zo. En dan is het toch leuk om, als je een strandwandeling gemaakt hebt, om hier aan het eind even de borreltje te drinken. Ja, dan zetten ze hier al die muziek neer en dan, dat is top. Echt, DJ's en dat is gezellig, absoluut. En dan kom jij ook kijken. Absoluut, ja. En dan proberen we weer naar huis te komen. Dan heb je aardig je zakken gevuld, hoor. Maar dat soort feesten zijn waarschijnlijk in de zomer. Ja, alleen in de zomer. Ja, het is natuurlijk beduidend drukker in de zomer. Dit terras zit hier in de zomer vaak afgeladen, zeker in de weekenden. Dus, ja, je ziet nu dat er nu niet zoveel te doen is. Huh? Komen hier ook veel toeristen? Er komen best wel wat toeristen, maar niet, ik denk niet zoals in Amsterdam of in Scheveningen of dergelijke. Ik heb hier in de zomer al, ik heb wel Duitse mensen te woord gestaan die dingen aan mij vroegen. Dan weet u dit, dan weet u dat, weet je waar je fietsen kunt verhuren, dat soort dingen. Dus, je zit er, vooral Duitsers zitten hier dan. Maar in de winter hebben we ook heel veel oudere mensen of gezinnetjes, opa's en oma's met kindjes. Heel, heel wisselend. Heel wat ouderen, ja. Absoluut. Ja. U kent wel alle trucjes van het restaurant. Ja, ik ken hem dromen hier onderhand. Ja. Ja. Dus u runt het eigenlijk samen met uw zoon? Nee, helemaal niet. Nee, die komt puur voor de fun. Nee, ja. Hij runt het echt helemaal alleen. Nee, daar heb ik niks mee van doen. Nee, niks. Nee, hè, dat wil hij ook niet. Nee, hij is echt een baas hoor. Ja, nou. Nee, hij doet goed. Klaar uit.